Thema demonstraties. Vandaag is het even punt. Kijken over de hele wereld is die denken dan aan alle heiligen. Maar in deze extra avond hier in Leiden, even heel speciaal, zit Willy Kompens. De patroon van schutterij de Groen. En vanwege het feest heb ik dit goede gezuid opgeleerd in de Brok van Kassel, waar afgelopen jaar even aan het schuttersfeest is geweest en elkaar ook hebben ontmoet. Het is ook hetzelfde als van het gemeente Hollandskutje, samen met een aantal van jullie aan de wereld naar voren gesleept om hem ook in beeld te hebben, wat hij verbonden is met ons dood. Jullie worden zo te beschermen van de patroon van de kerk in heel Nederland, speciaal van de jeugd. Vanmorgen is het 2 november, dus is het avond voor alle zieken. Ik denk het al heel speciaal aan de stoffen, in het bijzonder van afgelopen jaar. We denken voornamelijk bijzonder aan Koen Duits, 60 jaar in de maatschappij. Aan Peter Mertens en Robo Rans en Nansen, ook 60 jaar in. We willen denken aan alle de stoffen in jullie gezin en de families, en ook hier in de gemeenschap. Het is een mooie keer, maar eigenlijk ben je ook wel in het licht van deze avond. Hey.
brengen aan de aarde en de zee. Brengt geen schade toe aan de aarde, nog aan de zee, nog aan de bomen, voordat wij de dienstknechten van onze God met het zegel op hun voorhoofd getekend hebben. En ik vernam het aantal getekenden. 144.000 waren er, uit alle stammen van de kinderen van Israël. Daarna zag ik een grote menigte die niemand tellen kon, uit alle rassen en stammen en volken en talen. Zij stonden voor de troon en voor het Lam, gekleed in witte gewaden en met palmtakken in de hand. En zij riepen alle luid: aan onze God die op de troon is gezeten en aan het Lam behoort de overwinning. En al de engelen stonden rondom de troon, de oudste en de vier dieren. En zij wierpen zich op hun aangezicht voor de troon en zij aanbaden God, zeggend: amen. Lof en heerlijkheid en wijsheid en dank, eer en macht en sterkte aan onze God in de eeuwen der eeuwen. Amen. Toen richtte zich een van de oudsten tot mij en zei: wie zijn dat in de witte gewaden en waar komen zij vandaan? Ik antwoordde hem: Heer, dat weet gij. Toen zei hij: dat zijn degenen die komen uit de verdrukking, die hun gewaden hebben wit gewassen in het bloed van het Lam. Thank you.